Het is niet duidelijk hoe lang de barricades bij het gemeentehuis in Reuzel blijven staan. Lokale burgemeester Kees van de Ven van Reuzel laat vrijdagochtend weten dat het een paar dagen kan zijn, maar ook een paar maanden. In overleg met het Openbaar Ministerie wordt bepaald hoe lang het gebouw op deze manier wordt beveiligd. De mate van dreigementen en hoe zich dat verder ontwikkelt spelen een rol, aldus de lokale burgemeester. Het is een optie dat de betonblokken een permanent karakter krijgen. Het gemeentehuis van Reuzel is donderdag beveiligd omdat iemand gedreigd zou hebben met een voertuig naar binnen te willen rijden. Bronnen hebben aan het idee bevestigd dat de bedreigingen afkomstig zouden zijn van een inwoner van Reuzel die al jarenlang met de gemeente in de clinch ligt. De inwoner zelf ontkent dat overigens. Het gemeentehuis is vrijdag gewoon open. Onder inwoners van Reuzel heerst geen gevoel van onveiligheid.